Ik ben Patricia Pol, fractievoorzitter en lijsttrekker van Forum voor Rechts. Forum voor Rechts is een partij die ik zelf heb opgericht. Ik vond het ook belangrijk dat de stem van de rechtse vrouw gehoord wordt. En er staan ook 6 rechtsdenkende vrouwen op de lijst. Forum voor Rechts wil zich focussen op het stoppen van de staatsoverheersing. Forum voor Rechts vindt de coronamaatregelen een onaanvaardbare aantasting van het menselijk leven. De coronamaatregelen treffen de almeloze inwoners. Het leidt tot geestelijk leed, tot lichamelijk leed. Het treft de almeloze ondernemers die hier gewoon door kapot worden gemaakt financieel. Deze maatregelen moeten gewoon stoppen. Daarnaast vindt Forum voor Rechts het onverteerbaar dat 1 op de 10 gezinnen in Almelo onder de armoedegrens leeft. De gemeente Almelo moet deze gezinnen in beeld krijgen en vragen hoe ze kunnen helpen om uit de armoede te komen. Forum voor Rechts heeft daarnaast als speerpunt de veiligheid van vrouwen en kinderen in Almelo. Met name vrouwen en met name kinderen zijn slachtoffer van seksueel geweld en van gewoon lichamelijk geweld. Maar ja, er is niks gewoon aan uiteraard. Forum voor Rechts wil dus dat de gemeente Almelo de cijfers in beeld krijgt van de misdrijven op dit gebied. Hier heeft dus Forum voor Rechts ook al een motie voor ingediend en die is aangenomen. Daarnaast is er een motie van Forum voor Rechts op dit gebied aangenomen om de seksuele intimidatie op straat aan te pakken. Als we de cijfers van de misdrijven in beeld hebben, kunnen we ook met een plan van aanpak komen. Forum voor Rechts wil daarnaast dat de bizarre duurzaamheidswaanzin stopt. Dit leidt alleen maar tot grotere armoede in Almelo. Want deze maatregelen zijn onbetaalbaar voor de Almeloers die het al zo financieel zwaar hebben. En zal alleen maar leiden tot een nog grotere armoede en een nog grotere schuldenlast. En dat is onacceptabel. Forum voor Rechts wil daarnaast dat het gestopt wordt met het treiteren van de boeren. Boeren worden het zo moeilijk gemaakt dat ze gedwongen worden hun bedrijf te stoppen. En dat is ontoelaatbaar. Boeren zijn enorm belangrijk voor de Twentse economie. Boeren hebben een prachtig Twents landschap dat onaangetast moet blijven. Daarom stem op Forum voor Rechts. Stemmen is enorm belangrijk, maar stem vooral op Forum voor Rechts. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Nee, omdat op dit moment de bestemmingen van de leegstaande panden al is gewijzigd naar een woonbestemming. En dat betekent dus dat daar al mensen in komen wonen en dat het daardoor dus al levendiger wordt. Maar dat heeft ook, omdat er mensen in wonen, deze mensen zullen ook behoefte hebben aan op loopafstand, horecavoorzieningen op loopafstand, boodschappen kunnen doen. En daardoor is het voor ondernemers ook aantrekkelijker om zich weer in de binnenstad te vestigen. Wat de gemeente Almelo hierbij moet doen is het faciliteren van de wensen van de ondernemers, de wensen van de inwoners en de projectontwikkelaars. Dus niet hinderen, maar faciliteren. Moet het Business Park XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Nee. Eerst moet er duidelijkheid zijn wat daarmee gebeurt. Hoeveel werkgelegenheid dit daadwerkelijk voor Almelo oplevert. Tot dusverre is gebleken dat in heel veel van die grote bedrijfspanden feitelijk worden gebruikt voor opslag, dus weinig werkgelegenheid. Voor zover het werkgelegenheid heeft opgeleverd, is het meestal voor werknemers die buiten Nederland zijn. En het werk wat het heeft opgeleverd is meestal geestdodend werk. En daarnaast is het zo, het wordt gebruikt op dit moment voor agrarische bestemming. En dat betekent ook dat agrarische leerwerkgelegenheid verdwijnt. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? Nee, Almelo heeft eigenlijk al voldoende zonnepanelen in het weiland en die zijn eigenlijk gewoon ook heel lelijk. Zonnepanelen horen op daken van grote bedrijven, op daken van woningen. Niet op weiland wat nodig is voor agrarische landbouw of woningbouw. Windmolens zijn slecht voor dieren,
Die bijvoorbeeld vogels worden, die worden door de overmoord gewoon. Maar ook de geluidshinder is ook schadelijk voor bijvoorbeeld kleine vleermuisjes. En daarnaast is de gezondheid voor op de lange termijn voor de mens niet bekend. Dit zijn onaanvaardbare risico's. En daarom zal Forum voor Rechts een sterke tegenwind bieden tegen zonneparken en windmolens. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. Het is als eerste een misvatting dat de sociale huurwoningen door de gemeente Almelo worden verzorgd. Die worden verzorgd door woningstichtingen. Die zijn daar speciaal voor aangesteld. Woningstichtingen houden heel nauwkeurig bij wat de behoefte is aan sociale woningen in Almelo. En als zij vinden dat er een tekort is aan sociale huurwoningen, zullen zij die bouwen. En hierin hoort de gemeente Almelo dit dan te faciliteren in het kader van bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Want er is een grote armoede in Almelo. En dat betekent dus ook dat er een grote behoefte is aan sociale huurwoningen. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. Ja en nee. Nee aan cultuur, ja aan welzijn. Want dat zijn namelijk twee verschillende dingen. Cultuur is vaak een hobby van rijke mensen. En die rijke mensen betalen dat maar netjes uit eigen zak. Dat hoeft niet door de gemeente Almelo met belastinggeld van inwoners te betaald worden. Almelo's belastinggeld moet worden besteed aan welzijn. Dus een schoon Almelo, richt op armoedebestrijding, een veilige stad en dat soort zaken. Niet aan dure hobby's van rijke mensen.